Welkom bij het laatste WKS-journaal. Ik ben Melissa. En Mohammed, de cameraman. En dit doen we. We beginnen met de ponies. Mijn paarden zijn net als kinderen van een jaar of 10, 12. Wat ben jij? 11. Zie je? Nou, dat kun je helemaal invoelen. Nee. Dat is heel erg eng, maar als je nou niet opstapt, komen we nooit weg. Nee, ik kom niet. Oké, dan pakken we de volgende. Wie wil dan? Kom maar op, ze bijten niet hoor. Ik vind het een beetje eng van een zadel. Maar daar is toch eigenlijk niks mis aan, want het is eigenlijk hetzelfde bijna als op een zadel. Jawel, maar ik voel me op een zadel iets veiliger. En waarom? Dan kan ik mijn voeten goed neerzetten. Alles bij paarden, alle bewegingen die je doet bij paarden, moeten rustig zijn. Langzaam, zoals je dat zelf ook zou willen, dat mensen met jou omgaan. En bij paarden is het zo, dat heel anders dan bij mensen. Bij paarden zijn meisjes de baas. Bij mensen niet. Bij mensen zijn jongens de baas, toevallig, vind ik. Nou willen meisjes ook vooraan lopen en jongens moeten achteraan sluiten. Ja, 1, 2, hop, oké. Goed zo. Nico, hoe vind je het om zo op een paard te zitten? Eng. Oh, en wat vind je hier dan eng aan eigenlijk? Ik heb het nog nooit gedaan. Zo, kijk, nu ligt ze heerlijk en dan valt ze direct in slaap. Rustig, meer. Nou, is die nou eng? Ze lag hier vanochtend ook in bed. Rechtop zitten. Ja. En nu gaan we de flessen voor Brazilië inleveren. Ja. Hoe zien al die flessen eigenlijk voor? Met die flessen, dat geld wat we dan met inzamelen, dat is voor een project waar we mee bezig zijn met de weekendschool. En ook nog met andere wieken, Heugemerveld, Witte Vrouwenveld, Maria Berg. En met dat geld gaan we ervoor zorgen tot een dorpje in Brazilië, dat ze daar een schalkje kunnen bouwen. Dus just wie het nu deze zomer naar de weekendschool gaat, willen we samen met u ervoor zorgen tot even... Ja, misschien een jurkje, kinderen in Brazilië, of naar Schalke kennen. Nu gaan we kijken in de kunstketel wat ze allemaal doen met de muziek. Jos, welke muziek doet u eigenlijk allemaal? Welke muziek? Hier bij de kunstketel doen we alle muziek. En hoe lang doe jij jou presenteren? Pas van vandaag. Pas van vandaag? Oh, dat doe je wel heel erg goed. Van dat trommelen krijg ik heel erg pijn in mijn handen. Maken jullie zelf ook muziek thuis? Alleen maar ik op de computer soms. Welk instrument bespeel je? Ik bespeel thuis de dwarsfluit. Wat vind je dan eigenlijk zo bijzonder aan die dwarsfluit? Een dwarsfluit, ja, als je erop speelt, dat geeft gewoon een gevoel alsof je alles kwijt kunt. Ja, vrolijke, maar ook rustige stukjes. En dat is wel leuk om te variëren. Dit is Erik, de cameraploeg! Nee, onze leraar! Oh, dit ga je? Ik heb je begeleid om de camera en de microfoon te bedienen. Oké, okay, hoe vond je het dan? Ik vond het echt te gek. Oké. Okay. En wat is het bedrag voor Brazilië? Wee! Dit was het laatste WKS-journaal. Tot volgend jaar. Hoi! Doei! Doei.